zijn nu een traject ingegaan met de stad Tilburg om op het gebied van LED-straatverlichting de laatste innovatie die we hebben grootschalig aan te pakken. En daarmee gaan zij als grootste en als eerste stad in Europa gaan zij voor het grootste gedeelte over naar LED-verlichting. LED-straatverlichting besparen we 26% energie per jaar. En dat is met de huidige technologie. Dat kan dus nog makkelijker 40 of 50% worden. Per jaar is dat zo'n 22.000 euro op dit moment. En tegelijkertijd laten we de lampen twee keer zo lang branden. Dus hebben mensen twee keer zoveel licht voor beduidend minder kosten. En dat betekent voor hen betekent dat een enorme besparing van 1,5 miljoen kilo CO2. En 500.000 euro over de periode van de levensduur. En we praten daarover in de 2400 LED-installaties die we allemaal voor het eind van het jaar gerealiseerd willen hebben. In alle nieuwbouwwijken en woongebieden gaan we vanaf het begin af aan met LED werken. En alle oude lantaarnpalen die vervangen moeten worden, die vervangen we uitsluitend nog door armaturen met LED-verlichting. En dat is interessant voor de exploitant, voor de gemeente. Maar daarnaast is het ook omdat we praten over witte verlichting, brengt het ook heel veel veiligheid voor de bewoners. De mensen kunnen elkaar en gebouwen beter herkennen. Het is beter voor de kleurherkenning. Mensen voelen zich veiliger in het witte licht. Het viel me dus op dat het licht dat prettig overkomt. Tenminste prettig in zoverre. Dan kun je dus iemand beter herkennen. Dus als er iemand iets kwaads wil, dus een inbraak in een auto, dan kun je het dus beter herkennen als voorheen met de oude lampen. De bewoners zien wit licht veel meer als veiligheid. Ze zien daardoor, zijn beter in staat ook om de gelaatsuitdrukkingen van mensen te herkennen als ze op straat lopen. Dat geeft ook een gevoel van veiligheid. Wij hebben nog het gevoel dat we hier toch een beetje in een onveilige hoek zitten. En dat het nu hier iets lichter is over de hele straat. Ik vind dat wel duidelijk een voordeel. Een ander groot voordeel van deze armatuur is dat je er op elk gewenst moment een andere LED-lamp in kunt doen. Dus op het moment dat er een nog zuinigere LED-lamp komt, dan kunnen we die in een handomdraai vervangen en nog meer energie besparen. Toekomstbestendigheid is enorm belangrijk vanwege de enorme snelheid van innovatie op het gebied van LED's. Waardoor wij, maar niet alleen wij als voorloper op het gebied van de LED-innovaties, maar zeker ook de eindgebruikers, daar ook in de toekomst nog meer profijt van kunnen hebben. En zich niet vast committeren aan een armatuur, aan een LED-oplossing voor 25 jaar, maar iets wat zich na 6, 7, 8 jaar wederom kan laten vervangen. Om dan wederom een stap te kunnen maken naar nog meer energie-efficiëntie. Dus de kleuren van de blaadjes die komen ook mooier over, groener over, als met de gewone vorige lampen die er waren hier. Toevallig kwamen wij deze keer een keer laat thuis. Dan zeg je, hey, ja, die lantaarn brandt. Dat is een prettig gevoel. Het is een grote investering, maar we verdienen hem binnen 10 jaar terug. En bovendien besparen we in de tussentijd flink wat energie. Dat gecombineerd met het feit dat we er beter licht door krijgen, meer licht door krijgen voor minder geld, maakt dat wij graag koploper zijn in deze innovatie.